Dan zijn we weer met een update van Radiance, Marinies en Merlies. Deze week, het is week 8 en ja, we hebben al een redelijke mooie week achter de rug. En het wordt eigenlijk nog steeds mooier, dus het voorjaar begint echt. We krijgen ook een hoop licht, dus dat betekent ook dat de instellingen van het lucht aan moet passen. Dat het allemaal wat agressiever reageert als dat het van de winter deed. En wat we zien aan het gewas is dat het van generatief zwak naar generatief sterk is gegaan. En we gaan zo even naar het gewas kijken. Nou, hier bij de Radiance, om deze week maar eens mee te beginnen, zeg maar. En van een tomaat zeggen ze wel eens, het is een gewas zonder geheugen. En deze week bewijst dat echt, hè, want we hebben een omslag in het weer gehad. En we hebben ook een omslag in het plantmodel gehad. En wat je ziet is, de stengeldikte is echt boven de 10 mm gegaan. En het is eigenlijk vegetatief zat, maar als we alle plussen en minnen bij elkaar tellen, dan zeggen we dat die generatief sterk staat. Hier weer tussen de Marinies en de Merlies. En wat we in de Radiance zagen, dat zien we hier ook in min of meer, meerdere maten. En daarvan lijkt het wel of de Merlies nog het meest in balans is. Maar we zien echt een vette kop op het moment. En ondanks dat we een etmaal draaien van 20 graden, is het toch... dat hij erg veel power hebt, maar dat is puur het voorjaar. En een ander dingetje waar we deze week mee gestart zijn, is dat we het blad op de grond zijn gaan gooien. Tot nu toe haalden we hier steeds het blad uit de kas, omdat we nog steeds aan het stapelen waren. Dus die paar blaadjes die we sneden, die konden we makkelijk afvoeren. Nou, we zijn nu eigenlijk een beetje klaar met stapelen. We zitten nu op 13, 14 bladeren per stengel. En nu gaan we echt blad snijden, dus nu gooien we alles weer op de grond. We staan nu in de belichterkas. Hier ook weer de Radiance Merlies en Marinies. Ik sta hier tussen de Merlies en de Marinies. Ja, zoals je ziet, we hebben veel vrucht hangen en het gemiddeld vruchtgewicht is ook hoog. Wat we wel zien is dat hij heeft de laatste weken behoorlijk goed gelost. We hadden echt producties van boven de 2 kilo iedere week. Dus, we zitten nu denk ik aan 8 trossen gezet, wat er aan de plant hangt. En we gaan ervan uit dat het de komende tijd niet veel minder gaat worden. Dus we zitten goed op in balans qua oogsten. Hier staan we bij de Radiance. Nou, de Radiance is dus deze week generatief goed bezig. Het weer is natuurlijk aan het veranderen. We draaien hier etmalen van 21 graden. En dat is vooral om de vruchten te lossen, zeg maar. Waardoor die plant weer energie krijgt om zich goed te herstellen en zich voor te bereiden op het echte voorjaar weer. Dan sta ik hier tussen de Merlies aan mijn linkerhand en Marinies aan mijn rechterhand. Allebei behoorlijk generatief, waarbij de Marinies meer kracht laat zien. Dat is het belangrijkste wat ik even over het gewas kwijt wil deze week. Daarnaast wil ik jullie uitnodigen, mocht je het gewas een keer in real life willen zien, of misschien virtueel, dat je invloed hebt op wat ik je laat zien, dan zou ik zeggen, neem contact op met je accountmanager, want bezoek in het Experience Center is mogelijk op basis van 1-op-1 en virtueel kunnen we heel veel organiseren. Mocht je dat willen, meld je dan aan bij je accountmanager en we gaan het organiseren. Tot volgende week.